Goedenavond, welkom bij onze wekelijkse vlog. Deze avond zijn we doorgegaan op de oefenavond van vorige week. We hebben daar de theorie behandeld voor op hoogte werken en vandaag hebben we een praktijkinzet gedaan. Remco, wat was het scenario? Het scenario was dat brandweercollega's wegens stormschade op het dak van het zwembad bezig waren. Waarvan er één collega over de rand is gegaan. Die hangt daar halverwege, zeg maar, tussen de dakrand en de grond. Wij zijn daarvoor opgeroepen en hebben met de attributen die we op de auto hebben, omdat we hoogtewerken doen, met een soort haak de persoon aangehaakt en hem daarna met onze eigen lijn laten zakken. Op de grond wordt hij dan opgevangen door de rest van de collega's en zo kan hij dan weer veilig vervoerd worden. Dat is eigenlijk de theorie omgezet in de praktijk vanavond. Dus dat was de oefenavond voor vanavond. Zoals we inderdaad al eerder aangegeven, Monnickendam is een van de 4 posten bij ons in de regio dat mogen doen. En de andere 3 posten zijn strategisch verspreid over de regio. Zodat het maximaal een kwartier of 20 minuten kan duren voordat er een auto is die dat zou kunnen doen. Ook in verband met de snelheid voor het redden van de collega's. Dit was onze vlog. Tot de volgende week. Tot volgende week.